Voor deze Afrikaanse projecten heb je natuurlijk een partner nodig. En daarom werken we sinds 2006 samen met het NGO Louvain Cooperation, een NGO dat verbonden is aan UCL in Louvain-la-Neuve. Deze samenwerking is klein begonnen met de ondersteuning en oprichting van twee ziekenfondsen in de streek Atakora in Benin. Maar die samenwerking is geleidelijk aan gegroeid. Het was niet enkel financieel, maar ook inhoudelijk. Naast de creatie van een derde ziekenfonds zijn we ook samen beginnen nadenken over een aantal problemen waarmee dat de ziekenfonds geconfronteerd werden. Dat leidde onder andere tot publicatie van een studie over de toekomst van de ziekenfondsen in Benin en Togo. Ondertussen zijn we ook partners geworden van een veel breder project met 6 Belgische actoren die werken aan de ondersteuning van de mutualiteiten in 8 landen vandaag. En de onafhankelijke ziekenfondsen en Louvain Cooperation zijn 2 van die 6 partners die vandaag in het kader van wat wij noemen het programma MASMUT werken aan de ontwikkeling van de ziekenfondsen in Afrika.